dat is een koor wat oppopt, waar iedereen bij mag meezingen. Of je nou zangervaring hebt of niet, je hoeft je ook niet aan te melden. En het principe is dat we echt iets moeilijks gaan doen in korte tijd. Dus we hebben nu 1,5 uur gerepeteerd. En dan gaan we het meteen uitvoeren. Mensen konden, als ze dat wilden, van tevoren op mijn website al verschillende partijen luisteren. En dan konden ze al checken wat bij hun zou passen. Er zijn ook wat vrijwilligers die ook nog helpen met de keuze voor de partij. Mensen konden thuis ook alvast oefenen, maar dat hoefde dus niet. Dus er zijn ook mensen die allemaal hier komen en dan pas ter plekke bedenken wat ze gaan zingen. Ja. Leo van Lieshout, die het festival organiseert, die vroeg ons ervoor, vroegen mij ervoor. En we hebben het een aantal keer op het station gedaan in Breda. Dat is al jaren geleden. En hij had daar filmpjes van gezien en hij durfde het aan om het hier ook te doen. Ja. Wat is het doel van Parade Creatief? Nou ja, zoals het woord zegt, het is creatief. Dus wij willen eigenlijk de Bredase kunst en cultuur in beeld brengen. Meer in beeld brengen. Meer verbinden met elkaar. Dus zorgen dat we de communities wat meer openmaken. Waardoor mensen uit verschillende disciplines elkaar misschien wat meer ontmoeten. En we meer openstaan en meer elkaar leren kennen. Waardoor je een nieuwe creativiteit, nieuwe inspiratie, nieuwe motivatie. Dat er wat meer dynamiek daarbinnen ontstaat. En dat doen wij dus onder andere door middel van hele uiteenlopende programmering. Vaak zijn er mensen die zeggen, nou ik doe of het een of het ander. En wij proberen die mix te maken waardoor we hopen dat mensen verrast worden. Hetzij door elkaar of dat we wat ze zien of wat ze ontmoeten. Dat is het grote verhaal daarachter eigenlijk, ja. Dit vandaan komt is dat ik het echt heel belangrijk vind dat mensen verder leren kijken dan wat ze al kennen. Of een uitdaging aangaan met elkaar. Dat we echt iets moeilijks doen met elkaar. En dat het dan ook gaat lukken. En met elkaar de schouders eronder zetten. En de saamhorigheid die dan ontstaat en de verbinding. Ja, bij dit project is dat gewoon echt mijn drijfveer. Ja. Ja, het zijn de uitersten. Kijk, ik noem een voorbeeld, dat heb ik al vaker genoemd. Het Breda's Mannenkoor treedt vanmiddag op. Die zijn nog nooit in Pier 15 geweest, hè, de meeste niet. Die hebben misschien ook nog nooit een breakdancer of een hiphopper van dichtbij gezien. Andersom precies hetzelfde. Een hiphopper of een breakdancer heeft nog nooit het Breda's Mannenkoor gezien, bij wijze van spreken. Nou, dat vind ik het spannend om elkaar te laten ontmoeten en elkaar te laten naar elkaars presentatie te kijken en zeggen, god, dat is eigenlijk wat mooi is dat live hoort. Of, hey, dat is een leuk verhaal wat daarachter zit. Of, hey, dat is een hele bijzondere expertise die zij kunnen, bij wijze van spreken. Nou, en dat leren kennen van elkaar maakt begrip los, denk ik. Maar het zet ook weer, dat doet weer nieuwe creativiteit ontstaan. Dat is het idee, ja. MUZIEK.